mensen van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe server. Vandaag bevinden we ons, het staat hier in de lucht geschreven, op Amusement Studios. Minecraft. MCamusement Studios en we gaan aan het werk gaan, jongens. Ja, we moeten dus, hier zit de spawnplan. Dus we moeten dus blijkbaar server DL doen. Ja, Disneyland zal wel betekenen. Ah ja, en dan komen we hier. Welkom to MCA, join the server. Achter ons zien we de parkeerplaats. Dus, ik vraag me af van welk Disneypark dit is nagemaakt. Californië of Disneyland? Hij wacht ons de uitgang, guys. Waar moet wel eens gaan, man? Ja, dat is exit. Nee, dan is dit park nog dicht waarschijnlijk. Aan de andere kant is dan Disney California, oftewel Soarin'Craft. Dat is ook dat park wat op Soarin'Craft al open is en het andere nog dicht. Dus we mogen precies dezelfde attracties verwachten. Nou, zullen we hier eens kijken. Ah, ik zie hier precies de rock'n'roller coaster staan. Dat waar die kwam. Is het een rock'n'roller? Ah nee, ik zie hier precies Monsters & Co. staan daar. Het is wel een ingang van attracties, hebben hier ook ride counter. Zo te zien, valt het nog mee. En Disney... Ja, echt wel, van die Amerikaanse pretparken, daar heb ik geen ervaring mee. En je moet echt eens zien wat voor wachtrij dat kan hebben. Je kunt hier oplopen, jong. Dus ik weet ook, als ik ooit eens een keer naar een Amerikaans petpark ga, ik ga verloren lopen. Ja, zoals nu dus. Nee, gewoon een fastpass. Wacht, zeg je hier? Ja. Maar welke attractie was het nu? Is het Monsters & Co. of zo? Ik weet ook niet of er audio is op de server. Ik verwacht eerlijk gezegd niet. Ik moet hier op klikken, staat hier. Ja, dat is gelijk. Dat is echt precies. Gelijk als een. Brightness of Moody. Oh, oké. Zo. Hou ze erin. Wat voor een karretje is dat eigenlijk? Hallo jong. Een taxi. Taxi. Maar welke film is dit dan? Ah ja, het is Monsters & Co. Oh, mooi met die modellen. Is er muziek trouwens? Ja, ik pas het niet. Slash audio marcheert niet, dus. Wel leuk gemaakt. Wat komt er eerst, Jens? Deze video of Bobby Allen's vlog? Bobby Allen's vlog waarschijnlijk. Woehoe, mensen, als jullie deze video zien, zijn we al Bobby Allen's geweest. Woehoe! Gezellig, mensen. Ah, dat is die affaire met al die deuren zo. Kent jij de film Monsters & Co? Ja, met die ene met zijn één oog. Ja. Die groene. Ja, zo met al die deuren zo. Ja, en die nachtmerrie of zo. Ja. En Monsterschool, dat heb ik ook gezien. Ja, Monsterschool is Minecraft. En dat blauwe monster die wordt dan bevriend met dat kleine mesje daar. Boe! Ik krijg een mail van VDAB binnen. Nee, allemaal deuren. Dus als je door die deuren gaat, dan kun je niet meer terug. Dan zit je ineens in een ander land. Elektrisch installateur, veiligheidssysteem en vaste nacht. Wat is dat eigenlijk, de mensen? Van Mike hebben ze echt een model gemaakt. Oké, we zijn aan het einde gekomen, hopelijk start nu de muziek. Hoppa, we krijgen weer een kontje erbij. Ah, muziek. Ah, hier is ze. Hier, is het niet. Ik heb hier ook een attractie gezien.
Ja, dan gaan we die eerst treffen, die van Danny. The Little Mermaid. Ja, ja, Danny heeft een ride gevonden. Ja, er staat een ride count. Ja, maar mensen komen er weer niet van. Deze model kun je gewoon letterlijk namaken met blokken. Ja, een soort van. Amai, daar komt hem in. Oh, sorry. Ah, hier hebben we de rosse zijmermin. En die gele plofjes. Ja, weet je. Alleen die rijden, toch zo. Ah, is het? Dat is dat liedje. Under the sea, deep in the sea. En nu komen we bij Ursula. Ursula. Ursula die wordt ingesproken door Ma Flodder, de Nederlandse versie. Dat is eigenlijk. Mietje Flodder. Die is, ze krijgt Ariel benen. Mm-hmm. Ja, dat is zo'n beetje het verhaal. Ariel wordt verliefd op een mens. En die sluit dan een deal met die heks. Ik laat u voor 3 dagen een mens zijn en je moet hem kussen voor de zonsondergang van de 3e dag. En als dat niet lukt, dan zijn ze van mij. En als het wel lukt, dan zijn ze voor altijd een mens. Ja, ze weten zo die typische zijmerminnenzang. Zoiets waar alle venten van. Die worden betoverd door dat magische gezang. Ja, eerst einde. En nu trouwen ze. Ah, ik krijg er 30 coins. Jens, loop zwart. We hebben hier Incredible. Incredicoaster. Wacht, werkt die fast? Zal die fast best marcheren? Wow. Ah, nee, het is eerder een Vekoma-trein, precies, als ik naar dit kijk. Wel goed eigenlijk, hè? Ja. Nou ja, het lijkt toch meer op Vekoma als ik het zo bezie. Er is van Incredibles precies. Ja, dat is ook zo. Dit is de Incredicoaster. Ik ben nu aan de rit, ja, goed. Nou, gelanceerd, maar... Ik ga al even geen muziek niet meer. Ja, yes. Dus hopelijk ben ik niet gedisconnect of zo, nee. Maar ja, in real life is er natuurlijk ook geen muziek in de band, zal daar al liggen. Daar zit de... Nou, dat was een kleine pre-show. Lancering. Een band. Oh, die draag gaat door die rails. Yay! Is een watershow precies. Ze bouwden er echt krap, hè, en dat gaat wel tegenvlamd. Ja, hij gaat goed smooth. Ja, dat is zeker een fast ride. Oh nee, ja. Dan is zelfs Soak wat beter. Ja, Mulletoe, yes. Nee, ga Mulletoe. Als dat niks trekt, zwijgen. Nee, ik vind dat raar dat hij nu al zo traag gaat. En die takelt gewoon terug, nog eens op. Dat vind ik echt slecht, hè, dat attracties 2 keer of meer worden opgetakeld. Terwijl dat je de hele tijd gewoon snelheid kunt dalen. Dat ze gewoon eens. Waarom heeft hij geen tweede lancering zoals Taron of zo? Dan kunnen we gewoon hoppen. Dit is een gouden ride. Ah, looping.
Volgens mij zit ook wel een oude ride in tucht. Allee, zo oud kan hem nu wel niet zijn als hem van die Incredibles is. Allee, zo, allee niet van die. Niet van die. 10 jaar of zo. Ja, de eerste Incredible film die was 2004, 6. Ah, dat kan wel, dat kan 20 jaar zijn trouwens, iets minder. Ja, de Incredibles 2 is van 2 jaar geleden of zo, 1 jaar geleden. Maar je ziet. Een rare bouwstijl. Ja, dat is echt zo waar. Het ziet er wel een soepele baan uit. Maar in Amerika vinden echt banen die fucking lang duren, omdat die. Omdat die begon altijd heel traag rijden. Een baan van sneeuw, jong. Ja, we komen continu die baby tegen. En de buigers lijken die, of niet? Nee, die waren altijd. Dommage. Très dommage. Ben Dicky. Kom jong, klik maar dan, ze zijn we te laat. Ja, ze biedt. Hier hebben we 2 attracties. Hij is volgens mij 2 verschillende. Hier, dat is. Ja, 2 dezelfde, denk ik. Ah, Dicky. Oh. What the fuck, jongen? Als een parachute horen. Gezellig, ja. Dus die zei dat ik een Avenger eerst wou bouwen. Ja. Ja, zoiets. Hé, hopla, omhoog. Oh, nee. Hé, terug naar beneden. Nee, dat wil ik een Avenger niet maken, dus. Die wil een parachute power maken. Ja, wat is dit? Ja, maar wel een echte versie, een kinderversie. Ja, maar ik zie daar een grotere variant staan, naar rechts. Daar? Nee, rechts. Naar daar. Ja. Ja, ik zie het nu niet. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah nee, dat is. What the fuck, dat is zoiets. Wat bent jij? Dat is een draaimolen. Nee, waar zit jij? Ik zie hem. Ja, ik ben erin getuppet. Ah, ik ben aan de andere kant van u. Dat is eigenlijk een zwijfmolen met aparte karretjes. Dat is wel echt een grote karretje, hè. Maar ja. Ik kan toch niet even eens in het begin. Ja, zoiets vind je alleen maar in Amerika, hè, zoiets. Ja, maar dan even aan de kant zitten in een vetje. Je kunt alleen maar achterin zitten. Nee, maar ik bedoel, jij zit aan de andere kant van mij. Wel spannend, zo boven het water. Ik heb nog een fontein, hè. Yay. Filmen mij. Jens, filmen mij. Film is te goed schrijven. Leuk eruit, Jens. Film is te goed schrijven. Ik zie daar nog een zwerfmolen staan, precies. From the company Dance the Rice Gather. Alright, and you go. Oké, mensen. Okay,
20 coins, er waren 20 vandaag. Dit was het weer voor vandaag. Mensen. Oké, dan was dit de dag in Amusement MC Resort. We gaan naar de volgende video. En dan staan we weer terug. Dan gaan we zien wat voor attracties ze nog in hebben. En. Dus maar voor nu zeggen we tot de volgende video en ciao.